In deze webles gaan we kijken naar de elektromagnetische kracht. En de elektromagnetische kracht is een van de vier natuurkrachten die er bestaan. Het is dus een belangrijke kracht. En zoals jullie al weten, wordt de elektromagnetische kracht eigenlijk opgewekt wanneer er ladingen zijn. En ladingen komen in twee smaakjes. Dat zijn positieve en negatieve ladingen. Positieve ladingen en negatieve ladingen stoten elkaar af. Dus positief en positief, negatief en negatief stoten elkaar af. En positief en negatief, die trekken juist naar elkaar toe. Die kracht waarmee dat gebeurt, noem je elektromagnetische kracht. Je kunt het in de formule uitdrukken. De grootte van die kracht is dan gelijk aan een constante maal de twee ladingen met elkaar vermenigvuldigd, delen door de afstand in het kwadraat. En je ziet, wanneer de afstand groter wordt, wordt de elektromagnetische kracht tussen de twee deeltjes al snel een stuk kleiner. Vaak heb je in het dagelijks leven heb je te maken met neutraal geladen voorwerpen. Neutraal geladen voorwerpen die hebben wel lading, maar die hebben precies evenveel positieve als negatieve ladingen. En samen heffen die elkaar precies op. Toch kan het wel zijn dat een neutraal geladen lichaam een elektrische kracht voelt. En dan noem je dat influentie. Wanneer zo'n voorwerp, neutraal geladen voorwerp, in de buurt komt van een geladen voorwerp, in deze tekening, in de buurt van een positief geladen plaat aan de bovenkant, dan zullen de plusjes afgestoten worden in de bol. Dat is dan het voorwerp, het neutrale voorwerp. De minnetjes worden naar boven aangetrokken door de positieve plaat. En je krijgt dus dat die bol een positieve en een negatieve kant krijgt. En die negatieve kant die zal een aantrekkende kracht voelen van die plaat en de positieve kant een afstotende. Maar het mooie is, omdat die negatieve kant dichterbij die positieve plaat zit, zal die kracht groter zijn dan de afstotende kracht van de positieve deeltjes en zal die bal dus naar boven bewegen. Vaak is het fijn wanneer je te maken hebt met een natuurkundig fenomeen, natuurwetenschappelijk fenomeen, dat je dat kunt beschrijven zodat het onafhankelijk is van zoveel mogelijk grootheden. De elektrische kracht is natuurlijk afhankelijk van de grootte van de lading waarmee je werkt. Daarom dat men heeft gezegd, nou weet je wat, laten we een nieuwe grootheid definiëren. Dat noemen we dan het elektrisch veld. En die grootheid, die kun je uitrekenen. Die grootheid is niks anders dan de kracht die een deeltje voelt. De elektrische kracht die een deeltje voelt, delen door de lading van dat deeltje. Kracht is natuurlijk in newtons, lading is in coulomb. En je ziet dus dat de eenheid van elektrisch veld is dan dus ook newton per coulomb. Let erop dat er een pijltje boven staat, want de kracht is een vector, heeft een richting. En het elektrisch veld staat in dezelfde richting als die kracht. Hoe ziet dat in de praktijk eruit? Nou, dan pakken we even een voorbeeldje erbij. Ik heb hier een voorbeeld van twee platen die verbonden zijn met de plus en de min van de batterij. Links is een positieve plaat geworden en rechts is een negatieve plaat. Als we hier nou gaan kijken hoe ziet het elektrisch veld eruit, dan gaan we gebruik maken van een handigheidje. Dat is namelijk een proeflading. En een proeflading is gewoon een bedachte lading. Wat zou er gebeuren als ik hier een lading plaats? Door dat te doen, kun je op elk punt waar je maar wil, kun je dan achterhalen hoe die kracht en dan ook het elektrisch veld gericht staat. Als ik hier een positieve lading aanbreng, dan zal die aangetrokken worden door de plaat rechts. Hij zal afgestoten worden door de plaat links. Die twee krachten werken allebei in dezelfde richting. Die kun je bij elkaar optellen en die zullen zo'n kracht tot gevolg hebben. Het positieve ladingje voelt een kracht, een elektrische kracht naar rechts. Dan weten we ook hoe het elektrisch veld hier staat. Dan staat het elektrisch veld in dit punt ook naar rechts. Nou, je kunt die proeflading natuurlijk op een paar andere plekken zetten. En we zullen zien dat tussen twee evenwijdige platen het niet uitmaakt waar je kijkt met dezelfde proeflading. Je krijgt telkens een kracht die dezelfde richting opstaat en die ook dezelfde grootte heeft. We kunnen het elektrisch veld dan ook zichtbaar maken. En dat doen we door gebruik te maken van veldlijnen. En veldlijnen geven op elk punt
in de ruimte aan in welke richting de kracht en ook in welke richting het elektrisch veld staat. En die lijnen lopen in deze situatie vrij simpel. Die lopen mooi horizontaal van links naar rechts. Een aantal regeltjes zijn er wel als je die lijnen gebruikt. De lijnen lopen altijd van plus naar min. Een andere eigenschap is dat die lijnen altijd loodrecht staan op het oppervlak waar ze vandaan komen en het oppervlak waar ze naartoe gaan, dus de ladingsdragers. Deze lijnen snijden elkaar ook nooit, dat kan gewoon niet. Want als ze elkaar zouden snijden, zou je dus een punt in de ruimte hebben waar je twee elektrische krachten zou voelen. En dat kan niet. Dus ze mogen elkaar nooit snijden. En je kunt iets zeggen over de grootte van het elektrisch veld, de sterkte van het elektrisch veld. Want het elektrisch veld wordt sterker op de punten waar de lijnen dichter bij elkaar komen. En je kunt al heel mooi zien in dit voorbeeld, twee evenwijdige platen. Omdat die veldlijnen allemaal mooi ook evenwijdig lopen, is het elektrisch veld dus overal even sterk blijkbaar. Een ander voorbeeldje is de situatie waarbij ik een geladen bol heb. Nou, laten we deze bol een positieve lading geven. Dus hier zitten positieve ladingjes in. Ik kom weer aan met mijn proeflading, die ook altijd positief geladen is. Dat is de definitie. Het is altijd een positief geladen proeflading. Ja, welke kracht zal die dan voelen? Die zal een kracht voelen, plus en plus stoot elkaar af. Die zal een kracht voelen van de bal af. En zou ik hier een ladingje tekenen, dan zou die ook een kracht voelen van de bal af. Maar omdat de afstand nu veel groter is tussen die twee ladingen, zal die elektrische kracht ook kleiner zijn. En zal dus ook het elektrisch veld op dat punt minder sterk zijn. Hoe ziet nou het elektrisch veld eruit? Nou, we kunnen weer die veldlijnen gaan schetsen. Die veldlijnen lopen in de richting van de kracht. Nou, we zagen net, die kracht staat altijd van de bol afgericht. Dus die veldlijnen lopen ook van de bol afgericht. Die staan zo. Radiaal lopen ze van de bol weg. En aan dit plaatje kun je al mooi zien dat als je verder van de bol gaat, hier bijvoorbeeld, als je hier zit, is de afstand tussen die twee veldlijnen een stuk groter dan wanneer je hier zit. Dus het elektrisch veld wordt zwakker naarmate je verder van de pluslading afkomt. Nog een paar andere voorbeeldjes van elektrische veldlijnen in iets gecompliceerdere situaties. Situatie 1, ik heb een plus- en een minlading. En je ziet weer dat aan de regels voldaan wordt. De veldlijn loopt van plus naar min. Ze staan loodrecht op de twee oppervlakken. Ze snijden elkaar niet. En je kunt ook mooi zien waar het elektrisch veld het sterkst is. Dat is in de buurt van die twee bollen. En hoe verder weg je van die twee bollen komt, hoe minder dicht die lijnen op elkaar lopen en dus hoe minder sterk het elektrisch veld is. Met zo'n plaatje kun je ook de kracht weer terug herleiden. Stel, de vraag is het volgende. Ik wil op dit punt hier, wat ik nu even arceer met een zwarte stip, op dat punt wil ik de kracht, elektrische kracht, schetsen. Wat je dan doet is, je tekent op dat punt de raaklijn aan de elektrische veldlijn. Dat is de rode stippellijn. En de kracht loopt dan in de richting van die raaklijn. En afhankelijk van de lading van de kracht loopt die schuin naar beneden of schuin naar boven. Nou, in dit geval is het een positieve kracht. En die zal dus naar de negatieve pool getrokken worden, naar de negatieve lading. En die pijl die staat dus zo schuin naar beneden. Die kun je dus door middel van een grafische methode kun je die altijd uit het plaatje herleiden.